Vandaag testen we nieuwe producten uit de supermarkt, zodat jij weet wat je kan kopen. Volgens mij weten ze van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Sperripsalade. Sperripsalade, schat. Heerlijk, toch? Volgens mij wil jij het niet proberen, of wel? Jawel, ik ga het Jij proberen. Wil je wel proberen? Ja, okay. Ik hou niet zo van koude salades. Welke gaan we eerst eigenlijk? Ja, die sperrips. Ik vind dat soort dingen eigenlijk lekkerder als het warm is. Ja, het ruikt een beetje zuurig. Niet zuurig als in een slecht zuurig. Zuurig als de zuurigheid van sperrips, bedoel je? Precies. Durf je het aan? Eet smakelijk. Ik vind het dan je sperripsmaak. Lijkt wel echt op iets, ja. Ja, een beetje goedkope vleessalade of zo. Het is zoetig. Ja, door die structuur lijkt het een beetje op een huzarensalade. Omdat daar ook allemaal van die draadjes vlees in zit. Ik vind het niet heel vies. Ik vind het ook niet heel lekker. Ik zou zeggen 2,5 donut. Ja, nou nee. 1,5. Anderhalf? Ik zou het echt niet eten. Vies. Ja, maar is het echt vies? Je zou het nooit meer eten. De structuur vind ik vies. Ik snap ook niet wie dit graag wilde. Maar ja, het is een smaakfavoriet. Ja, maar zet ze op alles. We zijn weer in kruidnoten in de supermarkt gegaan. Maar er zijn niet zoveel dat ik dacht van ik kan hier eens een aparte video van maken. Dus ik heb deze twee gekocht. Hazelnoot en frambozensmaak. Het zijn intense kruidnoten met dubbele chocola. Namelijk witte en bruine chocola. We gaan beginnen met hazelnoten. Dat zijn zeker intense kruidnoten zoals je kan zien. Hazelnootsmaak dus. Terwijl ik de kruidnoot aan het proberen ben, wil ik jullie erop wijzen dat er een nieuwe vetgezellige mystery box is. Hij is €26,99 en de komende 24 uur kan je hem pre-orderen. Ga naar de link in de beschrijving en bestel hem. Dan ga ik nu laten weten wat ik van deze kruidnoot vind. Nou, ik moet zeggen, ik vind ze wel lekker, maar ik proef de hazelnoot totaal niet. Het is gewoon een chocoladekruidnoot. Iets dikkere chocola. Zo ziet het er van de binnenkant uit. Nou, lekker, maar de hazelnoot smaak die proef ik niet. Ik zou deze 3 donuts geven. Gewoon een dikke chocoladekruidnoot. Deze hebben we echt al maanden zien liggen en we dachten steeds van, die moeten we een keer proberen. Maar ik dacht dat het weer een of andere citroencoating was, dat doen ze altijd. Citroencoating? Ja, dan hebben ze lekker gekeken naar liggen en zit weer citroen in plaats van witte choco. Maar dit is? Witte choco. Witte choco. Zou dit nou die rode en die gele spek zijn? Ja, denk ik wel. Zie je het wel er doorheen. Kijk. Royse. Royse, ja. Gaan we door? Zo. Goeie chocola. Ik vind op zich wel lekker dat je een zachte bite erin hebt ofzo. Dapper. Ja? Maar qua smaak niet heel bijzonder ofzo. Nee, ja, het is witte chocola met spek. Maar het zou net zo goed witte chocola met marshmallow kunnen zijn. Als je proeft niet echt de spek. Maar het is wel goede witte chocola. Hij was wel prijzig. €3,25. Wel aan de maat. Tegenwoordig niet eens meer geschikt van dit soort prijzen. Nee, tegenwoordig. Dit soort dingen had ik vroeger gedacht, wow. En nu denk ik, nou ja, goed ja. Hoe doen ze dit eigenlijk? Want spek, dat smelt toch als het warm wordt? Smelt spek? Weet ik eigenlijk niet. Smelt spek? Smelt spek. Smelt spek? Smelt spek. Spek? Smelt. Zou je het geven? 3,5, 4. Ik zou zeggen 3,5. Vind het lekker? Ik zou dit niet snel nog een keer kopen. Ja, ik zou het wel nog een keer kopen. Ja? Ja. Smelt spek. Op het plaatje staat dat hier brood in moet zitten. Bacon, ei en kip. Nee, ruikt wel beter. Zo ziet hij eruit. Grote stukken brokken zitten erin, schat. Mag jij wel die kleine? Doe maar. Lekker een volle hap, schat. Er zit echt ei in ook. Ja, zijn de brokken ei, zijn het. Ja. Er zit heel veel bekersmaak in. Heel veel bekersmaak. De bekersmaak is het overheersende deel hiervan. Met mayonaise. Mm-hmm. Het heeft wel iets weg van een club sandwich. Omdat die kipsmaak en die bekersmaak, ja. Dat is wel echt iets wat ik met club sandwich associeer. Ik vind deze wel beter dan die ja, ander. Ja, is beter dan die ander. Ik vind nog steeds, ja. Qua smaak. Nog steeds vind ik, denk ik, ja, ik weet niet. Ik heb dan liever een club sandwich als dat ik dit zo eet. Ik heb gewoon liever een hekskaasje. Dat sowieso. Zou je dit geven? Dat geef ik wel hoger. Ik denk dat ik dit wel een 3,5 zou geven. Oh, zo hoog nog? Okay. Ja, qua smaak vind ik dit echt wel veel lekkerder dan die spare rib. Ja, dat verdient gewoon niet de schoonheidsprijs hoe die dingen eruit zien, joh. Oeh. Nee. De grote broek ook. Ik zou zeggen 3 donuts. Dus ja, ik vind het een beetje om het even. Allebei. Oeh, hij ruikt wel lekker naar kaneel. Zo, hallo, moet die neus erin of zo? Jeetje. Kijk jongens,
suikerfestijnen. Ja. Ze hebben gewoon van die kaneelsuiker erop gegooid. Niet zo hoog. Zeg, ik ben wel onder de indruk van de romigheid. Ja, de versheid van eigenlijk. Ook, want deze is nog 35% korting. Maar hij is wel heel suikerig. Ik denk, als ze iets minder hadden gedaan aan de bovenkant, had ik het iets lekkerder misschien gevonden. Maar ik vind hem niet slecht. Wel eigenlijk kaneelsmaak. Ja, lekkere cake. Ja. Ik heb geen slagroom nodig. Nee, zeker niet. Dus ik zou zeggen, ik geef het wel een 4. Ik zat ook te denken 4. Ik vind hem echt wel goed. Als je zo hier aankomt met je bezoek en je zegt, hey, ik heb een cake hier van de bakker gehaald, dan gelooft iedereen het gelijk. Ja, dat is wel waar, maar dan moet je wel deze zak eraf halen. Die zak moet je dan even weggooien. Maar dan kan je gewoon je bezoek verrassen met iets luxe, toch? Cassis, no bubbles. Eigenlijk vond ik wel de bubbels het lekkerste aspect van de kast, moet ik eerlijk bekennen. Ja, dus ik ben benieuwd. Waarom is het gewoon, is het niet gewoon zwarte beste sap? Ik denk het. Het ruikt wel echt naar cassis. Nee, maar dat het cassis is. Oh, het is wel anders. Ja? Ja. Oh, nu wil ik het dan ook proberen. Het lijkt wel zoeter of zo. Rek? Ja, een raarder zoetig smaakje aan, hè? Maar misschien dat de koolzuur de minder soep maakt of zo. Zou dat kunnen? Want ik neem aan dat ze nu gewoon geen koolzuur erbij hebben gedaan. Het is trouwens ook slim, hè, van ze. Ze hebben gewoon al een product en dan halen ze koolzuur eraf, pakken ze een nieuw product. En dan is die nog duurder ook. Ja, er zijn heel veel mensen die echt niet van prik houden, dus... Nee, ik vind het wel slim. Cola zonder... Zouden ze dit met cola ook kunnen? Ja, Coca-Cola gaat dit nooit doen, natuurlijk. Zou cola lekker zijn zonder prik? Je hebt mensen die letten. Ik kende... mijn ouders hadden kennissen. En die man, die deed dus... cola dan schudden. En dan is het weer open. En dan weer schudden en weer open. Zodat alle koolzuur eruit verdween. En na een paar dagen ging hij pas drinken. Ja. Zou je dit nog een keer kopen? Liever gewoon koolzuur. Een frisdrankje. Vind jij ervan, Freek? Dus, donuts? 3, prima product. Ja, ik wou 3,5 zeggen. Ik vind het op zich wel lekker. Ik vind het een zoetere, een hele zoete bessensap. We gaan de pizza proberen, jongens. Met worst en aardappel. Raar, ik vind het zo raar. Ik zal niet als ze deze hebben uitgebracht, maar het is wel leuk natuurlijk voor vet benieuwd. Maar er zit wel veel kaas op bij deze. Freek, doe eens normaal. Waarom moet hij altijd gelijk zo zijn? Ruikt niet vies, toch? Het ruikt een beetje naar rookworst. Zo ziet die bad boy eruit. Ik heb wel een beetje cirkelachtige vibe. Nou, jij ook? Nou, een beetje smaakloos. Ja, ik ook. Ik dacht, komt hier... eerder zuur. Ja? Zuurig. Alsof de aardappel een beetje zuur is. Hij heeft een beetje nodig. Ik vind hem niet vies. Ik had hem vieser verwacht, wel. Dat kan onmogelijk vies worden. Worst, kaas, aardappel, deeg. Door die worst lijkt het een beetje een winterse pizza. Wat ik op zich wel grappig vind. Nou, om nou te zeggen dat het heel speciaal is, nee. Ik ben niet heel enthousiast. Ik vind hem oké, maar ik zou niet, niet nog een keertje hebben. Nee, ik zou zeggen 3 donuts. Als je hier een fikse berg knoflooksaus neerkwakt, dan is die wel lekker. Dan is die wel lekker, maar dit is gewoon een beetje saai. De structuur is wel heel lekker. Ja, de structuur is lekker. Dan ben ik met je eens. En de kanten erop. Dus op je autisme skill? Ja, qua structuur is het echt een goede 4,5. Ja, right? Echt? Ja? Ja. Hij denkt, nu is hij te dicht bij de pizza. Dat durf ik nog niet aan. Maar toch? Ah, Freek, dat gaan we niet doen, hè? Dan gaan we nu voor de framboos. Kijk, ze zijn wit. Als het goed is, van de binnenkant dan bruin. Als hier al frambozensmaak in zit, dan is die wel super subtiel. Gat. Moet je proeven. Hier proef je toch geen framboos in? Echt, maar een minuscuul vreugdje. Een beetje. Het is eigenlijk een beetje gewoon die witte chocoladekruidnoot. En deze? Dus je moet daar wel wat in zitten hakken. Hazelnoot. Maar die proefde ik echt niet. Nee, toch? Het heeft een vleugje iets... Echt een heel klein vleugje. Ja. Ja. Ik vind deze wel lekker, hoor. Het is niet dat ik hem vies vind. En ik zou hem 3 donuts geven. Maar als je zou zeggen van... Oké, ik wil wel de smaak van frambozen en hazelnoot in deze producten. Dan zou ik zeggen, sla hem over. Want die zit er niet in. Of bijna niet in. Dan vind ik het eigenlijk een... gefaald product en zou ik het 0 donuts geven. Maar het is niet vies. Het is gewoon lekker. Sowieso is het redelijk een nieuw product uit de supermarkt. Maar ik zag dat deze helemaal nieuw is. De Happy Trails Chocolate Balls Creamy Brownie. Klinkt erg lekker, moet ik zeggen. Zo, dat ruikt heel erg naar chocola. Zit er best wel veel ook in.
Neem er gelijk twee, want twee is lekkerder dan één. Het heeft iets koffieachtigs. Ben met je eens. Ja, toch? Cappuccino smaak. Maar één van de betere, denk ik, van Happy Trail. Ja? Er zit iets brand, een soort van brandsmaak in. Waardoor het lijkt op koffie, maar ook op zelfgemaakte brownie. Dus het is een beetje een mix van die twee. Als je denkt, die combinatie lijkt me heerlijk. Een aanrader. Ik vind hem ook best lekker. Ik zou hem 4 donuts geven. Echt lekker producten. Een soort van Maltese, maar dan met andere smaken. Want ze hebben volgens mij nog 3 andere smaken. Ruikt wel lekker, hè? Dat doet me echt aan Rotti denken. Hij is vegetarisch. Vegetarisch? Hij is vegetarisch. Maar hij is niet heel erg hard. Hij is een beetje zacht zelfs, qua buitenkant. Het ziet er niet heel geweldig uit van binnen. Bonen. Schat, ik ben even panfluit aan het spelen. Beetje flauw, hè? Beetje flauw. Beetje een derry ook. Waarom is het ene product super zout en is dit licht pittig, maar weinig smaak? Het is niet echt vies, maar omdat ik zelf kan koken, zou ik dit eerder zelf maken. Ik denk dat ik hem ook echt 10 keer lekkerder kan maken dan dit. Ik zou 2,5 donut geven. Ik vind het een beetje saai. Ik vind dat deeg wel lekker, maar die prut, ja, visueel het oog wel ook wat, hè? Ja, dus? Ik vind het er gewoon een beetje smoesje uitzien, zou zeggen. 2. Ik vind het wel een geweldig product. Oeh. Oh. Chocolade? Het is best wel lekker. Gekke combinatie, maar wel lekker. Het is alsof je popcorn in je cola hebt gegooid. Toch? Meer Pepsi-achtig. Oh, ik vind het niet vies hoor. Nee, het is wel lekker. Ja? Kijk dan. Hoe goed verdeeld. Het is niet dat je denkt, oh, ik krijg maar een heel klein beetje smaak. Het is wel echt dat je gewoon goed de smaak binnenkrijgt. Ik zou deze wel 4,5 donut geven. Zo. Ik vind hem echt heel lekker. Als je van de Chupa Chup cola smaak houdt en van popcorn, dan is het echt lekker. Mensen gaan goed bij elkaar, cola en popcorn. Ja, eigenlijk wel, hè, als je erover nadenkt. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Vegan kaas, Babybel. Nou, vind ik Babybel wel lekker, maar ik zou het nooit zelf echt kopen als een tussendoortje. Maar vegan, ik ben gewoon benieuwd of dit nou echt naar baby, mini Babybel smaakt. Het zit niet in van die waxdingetjes. Nou, oh nee, het zit er wel in. Oh, waarom is die plastic er allemaal omheen? Laten we hem even openmaken. Oh. Ik moet zeggen dat ik een klein beetje huiver hiervoor. Dit is met kokosolie gemaakt. Komt ie. Het heeft een raar smaakje, maar ik moet wel zeggen, het heeft ook wel een klein beetje zo'n Babybel smaakje, maar dan op een chemische manier. Ik vind de structuur niet zo lekker. Ik vind het te gummig. Ik kan me goed voorstellen dat als je vegan bent en denkt van, ah, lijkt me wel weer eens leuk om Babybel te proeven. Ik vraag me echt af of dat hetgeen is wat je dan zou willen, maar goed, oké. Okay. Stel je wilt dat, dan is het op zich wel eentje die er redelijk op lijkt. Oh, dit stank. Oh, vies. Ik vind de structuur dus echt niet lekker. Nee, ik zou dit 1 donut geven. Ik zou dit echt niet eten. Ik vind het. Nee, sorry.